Patrick van Oppen, voorzitter van voetbalclub Beerschot, heeft besloten om de media een rode kaart te geven. Vandaag geven wij hem een rode kaart. Het is gemakkelijk, de deur wordt voor ons opengehouden. Wij komen voor Patrick van Oppen. Ja. Even iets geven, dus van de rugzak. Ik zal eens zien of dat hij er is. Hij is er misschien wel. Ik denk niet dat hij mogelijk komen. Het is wel belangrijk, want het is voor hem. Het is zijn rode kaart, dus ja, kom. Dan zouden we die gewoon graag even kunnen afgeven. We hebben een persstop, dus we gaan die respecteren. Ja, maar dat is eigenlijk de melding die we komen maken, is dat wij geven nu onze rode kaart aan Patrick van Oppen, want nu heeft hij ook een... Hij wordt geschorst. Hij heeft geen tijd en zin om die ontvangst te nemen. Hij heeft geen tijd en zin, dus Patrick van Oppen heeft geen tijd en zin om ons te ontvangen. Dat is jammer. Aan wie mag ik die dan wel overhandigen? Mag ze daar ergens neerzetten? Ja, ik kan hem niet heel snel even persoonlijk afgeven. Nee. Dus nee. Hij wil niet meewerken. Nee. Dat is wel. Dat is jammer. Dan gaan we het bij deze laten, denk ik. Hè. Kom. Ja. Onmogelijk om Patrick van Oppen te bereiken. Hij is net weggereden. Jammer, maar waar.